Nederland! Ze zijn terug! De ruiters zijn terug! Laat onze vrienden binnen. Open de poort! Doe de poort open! Het is echt waar, vader. Ze zijn het. De vorige keer dat wij hier waren, toen vertelde u ons dat wij hier zijn omdat Joost Halina's stem gehoord heeft. Dat zij ons heeft uitgekozen? Dat klopt. Maar waarom? Waarom heeft zij ons uitgekozen? Volgens mij hebben we geen speciale gaven. Ik in ieder geval niet. Ik ook niet. In dit boek staan de oudste sagen en legenden over het graafschap Ravenbos en de stad Ravelijn. Hierin staat ook de voorspelling over de vijf ruiters die Ravelijn kunnen bevrijden van de onderdrukking. Elk van deze vijf ruiters vertegenwoordigt een element. Aarde, water, hout, metaal, vuur. En met die elementen kan de graaf worden verslagen. Graaf Olaf heeft de natuurlijke balans tussen de elementen verstoord. Door zijn vreemde gedrag heerst er achterdocht, verwarring, ellende in Ravelijn. Onze stad die ooit welvarend was en nu in een isolement is geraakt. Maar jullie kunnen die balans herstellen door gebruik te maken van de krachten van de vijf elementen. Jullie zijn een gezin, daarin zit jullie kracht. Wanneer jullie samenwerken, kunnen jullie elkaar versterken, aanvullen. Jullie maken deel uit van één geheel. Ja, ja, ja. Ja, dat klinkt allemaal prachtig. Maar hoe moeten we dat dan doen? Gebruik maken van die krachten. Hiermee. Wauw. Dat lijken wel bouwtekeningen. Dat zijn het ook. Maar bouwtekeningen waarvan? Hiervan. Dit zijn de wapens van de vijf ruiters. Wauw, kikken. Volgens de voorspelling moeten de vijf ruiters met deze wapens hun krachten kunnen beheersen en gebruiken. Is dat ook zo? Werken ze? Dat weten we niet. Wij hebben ze gemaakt, maar alleen de vijf ruiters kunnen ze gebruiken. Dus of ze werken, moeten jullie zelf ontdekken. Vrijwilligers? Mag ik als eerst alsjeblieft? Hé, hey, de kinderen die vragen, die worden overgeslagen. Laat mij maar even, ik ben de oudste. Ja, maar zeker niet de wijste. Oké, wat is dit? Je kan dus helemaal niks mee, dat is kinderspeelgoed. Meer iets voor jou. Hé, hey, doe eens voorzichtig. Er moet een logica in zitten. U zei toch dat ieder van ons één element vertegenwoordigt? Iedere ruiter zal een element hebben waarmee hij zich verbonden voelt, ja. Thomas, wat moet je daar nou mee? Je hebt toch al een zwaard? Niet zoals deze. Het zwaard is het wapen van de vuurruiter. De vuurruiter? Kijk, nou hebben we het ergens over. Ja, dat past wel bij je heet hoofd. Ja, maar, hoe moet ik mijn kracht hier nou mee oproepen? Staat er iets in dat boek over hoe dit werkt? Echte kracht, Thomas, zit hem niet in attributen. Die moet Ja, die moet van binnen uitkomen. Maar hoe dan? Ik kan toch moeilijk naar een tak gaan zitten kijken tot hij vanzelf in brand vliegt? De kruisboog is het wapen van de houten ruiter. Wauw, het ziet er goed uit. Onderschat de kracht van hout niet. De grond kan nog zo hard zijn. Eén enkele boomwortel kan die grond splijten. Probeer het maar eens. Hé, wegwezen jullie! Jullie zitten niet echt ruim in je pijlen hier, hè? Hey. Je weet dat die in het midden moet? Ja. Ga jij even lekker met je zwaardje spelen, ja? Waarom probeer je het niet nog een keer? Ik heb geen pijlen meer. Ik ben misschien blind, maar heb jij wel goed gekeken? Hoe bedoelt u? Er zat maar één pijl in en ik... Huh? Hoe kan dat? Maurits,
Je hoeft niet voor alles een verklaring te hebben. Nou, dan kent u Maurits nog niet, hoor. Wat zou dit zijn? Geen idee, maar volgens mij hoort dit erbij. Past ook bij je outfit. Dat is voor de metalen ruiter. Oh. En dan is dit voor de waterman. Of watervrouw. Wauw. Kijk, man. Ik denk dat deze dan... hier op moet? Ja. Maar wat is het nou voor een domme schijf? Is toch niet echt een wapen? Spike, nee, hè? Dat is niet echt een wapen, hè? Kom, we gaan spelen. Kom, Spike, zoek schijf. Zoek schijf. Wow. Gelukkig is het geen wapen. Heer, hier is iemand die u wil spreken. Wat een onverwacht genoegen. De verloren zoon keert terug. Wat heb je te melden? Je kunt wel gaan. Maar heer, hij is... Ja, ik weet wie die is. En ik verzeker je dat ik veilig ben. Onze vriend Baltar staat aan onze kant. Al jaren. Hij is een spion? Ik weet dat jij liever met open vizier strijdt, mijn beste. Maar soms zijn een paar ogen en oren op de juiste plek van het grootste belang. Ik heb al lang niks van je gehoord. Ik was al bang dat je Samuels kant gekozen had. Nou, zo lekker en voedzaam waren die paar eekhoorns en bospaddenstoelen nou ook weer niet. Je bent hier toch niet alleen om weer eens goed te eten? Ik neem aan dat je iets te vertellen hebt. Er zijn 5 ruiters naar de schuilplaats gekomen. En Samuel die is ervan overtuigd dat zij hem zullen helpen uw bewind omver te werpen. Wat is er in vredesnaam aan de hand? Ik zag net de wachters vertrekken alsof de duivelen op de hielen zaten. De ruiters zijn terug. Ze willen de macht in Raffelijn overnemen. Rustig maar. Ik heb Corda op ze afgestuurd om met ze af te rekenen. Het komt allemaal goed. Dus water. Ja, makkelijk gezegd, maar hoe kom ik daaraan? Nou, daar staat een pomp. Ja, en anders loop je er even zelf naartoe. Ik weet het gewoon niet. Please. Wees niet zo streng voor jezelf. Ja, Thomas bakt er ook niks van. Hey! Concentreer je. Probeer het gewoon. Laat het uit jezelf komen. Oké. Ja, wat probeert ze hier nou mee te bereiken? Indrukwekkend, maar wat moeten we hier nou mee? Thomas! Serieus? Moeten we hier nou die graaf mee verslaan of die graffers? Ik heb zo'n ding van dichtbij gezien en die gaat echt niet op de loop voor een glaasje water. Hou nou toch op!
Was strong, but you needed proof. Saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. I heard there was a secret gate that Yost has found, but I was too late. And now I finally found you. Oh, Samira, oh, Samira, oh, Samira. Je hoeft niet te stoppen, hoor. Nee, laat maar. Het is nog helemaal niet af. Laat maar. En, ben je al een beetje opgedroogd? Ja, het gaat wel. Mijn vader is echt heel erg blij dat je bent. Dat jullie zijn teruggekomen. Het is erg belangrijk voor hem. En voor jou? Sorry. Denk je dat je vader gelijk heeft? Dat wij Ravelijn kunnen bevrijden? Doe wat Lisa net deed. Met dat water en Maurits en Emma, dat... Het zijn toch maar trucjes. Hoe kunnen we daar een machtig iemand als Grafhard mee verslaan? En dan heb ik nog niet eens over de graffers en over... Hoe heten ze? De wachters van Ravelijn? En ik weet het ook niet. Maak je daar geen zorgen om. Mijn vader gelooft in jullie. En ik ook. Yost? Wat zit je dwars? Hè? Oh, u bent het. Hoe weet u dat Mies dwars zit? Je hoeft niet te kunnen zien om dingen te weten. Jij zondert je af van je broers en zusters. Als jij je op je gemak zou voelen, zou je dat niet doen. Ik weet het niet. Ik baal er gewoon zo van. Ik heb die poort ontdekt. En nu, Maurits, Lisa en Emma zijn alleen maar bezig met die stoere nieuwe krachten van hen. En nu kijken ze niet meer naar je om? Nee. Zonder jou zouden ze hier niet eens zijn. Jij hebt Halina's stem gehoord, dat moet je niet vergeten. Dat ze belangrijk ben. Waarom behandelen ze me dan nog steeds als een klein kind? Toen jij door de poort kwam, ben je misschien gegroeid... maar daarmee ben je nog niet ineens volwassen. Dat heeft tijd nodig. Dat is mijn kracht, zeker. Die neemt er ook aardig zijn tijd voor. Het laat zich niet dwingen. Het komt wanneer het komt, niet eerder. Maar ook niet later. Samuel kan echt trots op jullie zijn. Ja, jullie zijn echt vooruit gegaan. Alleen jij en jij moet je kracht nog leren beheersen. Maar dan kunnen jullie naar Ravelijn. Beheersen? Ik moet hem eerst nog ontdekken. Wat was dat geluid? Dat is de horen van de uitkijkpost. Wat is er aan de hand? De wachters! Ik zie de wachters in de verte. Jullie moeten hier weg. Hoe rustig dan? Doe even rustig. Wat is hier in vredesnaam aan de hand? Voordat zij hier kwamen, hadden we helemaal geen last van Grafhard.
Daaraan kun je zien dat hij bang is voor onze vrienden. Anders zou hij nooit de wachters op ze afsturen. Wie zegt dat zij de wachters niet hierheen hebben gebracht? Niet. We zitten hier nu al jaren ondergedoken voor de graaf als een stelletje bange wezels. Lost het ook maar iets op? Nee. Grafhart vindt het allemaal wel best zo. Hier heeft hij geen last van ons. Maar ondertussen gaat hij vrolijk door met het onderdrukken van onze familie en vrienden in Ravelijn. En nu zijn hier 5 dappere edele strijders die ons willen helpen om de graaf te verslaan. En wat doen jullie? Jullie willen ze opofferen aan de wachters. Jullie zelf te redden. Op die manier verdienen we hun hulp niet eens. Ze hebben wel een beetje gelijk. Door onze aanwezigheid lopen ze gevaar. Dan kunnen we niet blijven. We moeten hier weg. Ja. We gaan. Nee, niet weer naar huis. Luister. Het is nooit onze bedoeling geweest om jullie in gevaar te brengen. En daarom vertrekken we. We zijn hier gekomen om jullie te helpen. En dat zullen we dan ook doen. We zullen vertrekken en naar Ravelijn reizen en we zullen graaf Grafhart verslaan. Zodat jullie allemaal terug kunnen naar jullie eigen huizen en naar jullie familie. En dat beloof ik. Maar jullie opleiding, die is nog niet voltooid. Thomas, Joost. Samuel, als onze krachten echt van binnen komen, dan vinden we die ook wel zonder uw hulp. Vader, ik ga met ze mee. Ik zal ze de weg naar Ravelijn wijzen. Alsjeblieft. Goed. Maar let op ze en op jezelf. We zijn je broer al kwijtgeraakt. Wat zal ik doen, vader? Ruiters. Het lot van Ravelijn ligt in jullie handen. Veel geluk. Goeie reis, hè? Goeie reis. Klaar? Mijn wapens, ze liggen nog in de grot. Op dan. Rennen! Kunnen we die kleuter niet hier laten? Zijn wapens zijn ook al niet veel soeps. Hij heeft 5 ruiters, hè? Ja, ja, ja. Wegwezen jullie! Wegwezen! De wachters! Ze komen er nu aan! Snel! Oké, klaar! Open de poort! Open de poort! Dit heeft geen zin. Die bannelingen kennen de bossen beter dan wij. Maar ze komen niet ver. Alle wegen naar Ravelijn worden bewaakt. Kaart!
Volgens mij zijn we ze kwijtgeraakt. Ja, voor nu misschien, maar de graaf controleert dit gebied. We kunnen niet meer terug naar de grotten. We moeten door naar Ravelijn. Weet je dat zeker? Waarom willen mannen dan nooit van vrouwen horen hoe ze moeten rijden? Dat is het niet. Ik bedoel gewoon als Samira zegt dat het deze kant op is, dan is het deze kant op. Ho, 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 ho. Wat is er? Hoor je iets? Ik ken dat geluid. We moeten vluchten. Nee, het is er één. Die kunnen we wel aan. En nu zijn het er drie. Oh boy.